3-3 uiteindelijk. Wat is dan het gevoel? Pijnlijk? Onnodig? Ja, teleurstellend. Onnodig. We zijn in de laatste fase zijn we gewoon heel goed bezig voor ons gevoel als team. Zijn veel weinig kansen gegeven weg aan tegenstander. En vandaag was de wedstrijd denk ik iets te open. En daar kon Vitesse ook van profiteren. Ook een beetje door de opportunisme, hoe zij speelden. Zij namen ook heel veel risico. En dat creëerde ook heel veel kansen voor ons. Alleen, dan moeten we zorgen dat we dat een beetje reduceren. Zorgen dat er niet te veel ruimtes voor Vitesse komen. Dan hebben we zoveel kansen gecreëerd zelf. Dan denk ik dat we misschien wel 5-6 hadden moeten maken vandaag. Van de andere kant tonen jullie ook weer wederom veerkracht. Ja, nee, dat zie je zeker bij heel wat, of alle jongens. Iedereen blijft gas geven, blijft de duels aangaan, blijft doorgaan. En we blijven zoeken naar die goals en momenten en penalties die we krijgen. Dat is ook zeker kwaliteit. Alleen, het moet niet zo zijn eigenlijk dat we erachteraan moeten. Wij moeten zorgen dat wij domineren, dat wij er overheen gaan. En dat moeten we soms slimmer doen. Gelijk in punten met Ajax, achter op doelsaldo. Jullie moeten er achteraan nu. Ja. En er weer overheen. Ja, dat is het enige wat we kunnen, willen en hopelijk gaan doen. Dat is soms ook voetbal, dat je in deze positie staat. Voetbal blijft een gekke sport soms. 5 wedstrijden gaan nog. Zij kunnen nog punten verliezen, wij kunnen nog punten verliezen. Er kan nog van alles gebeuren. Dus alleen wij, het enige wat wij moeten en zullen gaan doen, is alles geven. En zorgen dat we die 5 wedstrijden hopelijk gaan winnen. En hopelijk moet je ook gaan werken aan doelstellingen. Dat zou ook misschien nog wel belangrijk kunnen zijn. En jullie weten uit ervaring hoe het kan lopen? Zeker. Ik zelf ook. Dus je moet nooit opgeven tot de laatste minuut van het voetbal. En dat is ook wat wij zullen gaan doen. We zullen de kop hoog houden en vol door blijven knokken met elkaar.